Jongens, welkom terug bij een nieuwe video van Betrayed Become Human. Het is vandaag, laat me even op mijn telefoon kijken. Het is vandaag zaterdag 30 oktober 2021. 4 uur 's middags. En we gaan vandaag gelijk verder met Betrayed Become Human. Ik moet even uitleggen. Ik heb Betrayed Become Human heb ik een paar weken geleden, misschien zelfs een maand geleden at this point, helemaal uitgespeeld. Heb ik heel veel video's achter elkaar opgenomen. Er was een video. Is een jumpcut. En dat is bij een hoofdstuk waar Connor naar Jericho gaat. En Jericho als boot gewoon aangevallen wordt door Perkins en zo. En dan heb je heel veel actiesequences en zo. En Kara gaat naar Jericho. En Kara komt erachter dat Alice. Ja, allemaal spoilers. Maar ja, dat stuk dus. Heb ik gespeeld, maar niet opgenomen. Ik was aan het opnemen, toen crashte mijn Detroit Become Human. Toen was mijn hele PlayStation 4 gecrashed. En daardoor kon ik niet meer terug. Dus daarom ga ik nu deze chapter opnieuw doen. Ik ga dezelfde keuzes maken, maar ik weet niet of de relaties van de characters hetzelfde blijven. Dus dan ga ik wel even zeggen wat de relatie van de characters was en wat het werd bij mij in mijn playthrough. Wat ik dus niet opgenomen heb door een fucking crash van Detroit Become Human. En daarnaast zou ik ook heel veel nieuws vertellen, mensen. Ik ben namelijk 3 weken weg geweest. Waarom ben ik weg geweest? Nou, ik had een vrijdag en ik weet niet meer welke datum er was, maar dat was dus dan 3 weken geleden. Volgens mij 10 oktober, vrijdag 10 oktober? Nee, toch? Misschien wel vrijdag 10 oktober, I don't know. Rond die tijd, die vrijdag dus, dat ik mijn laatste schoolweek had volgens mij, ik had lab gehad en heb ik een Far Cry 4 video opgenomen. Ik had een beetje last van mijn keel, maar die Far Cry 4 video heb ik per ongeluk volgens mij verwijderd met mijn domme kop, omdat ik ruimte moest maken voor een Fortnite update. Dus daarom ben ik die video kwijt en dat vind ik heel kut, want ik had wat nieuws in verteld en zo. En daarna werd ik dus ziek. Die zaterdag daarna, of eigenlijk die vrijdagnacht, werd ik fucking ziek. Het was geen corona, ik heb getest. Maar ik werd wel gewoon ziek en het was gewoon kut. En ik had gewoon verkoudheid, ik had heel veel keelpijn. Ik had lichtelijk koorts en het was gewoon niet chill. Ik werd in de nacht wakker, het was zo verschrikkelijk. Maar het was gewoon kut, oké? Ik was ziek. Dat duurde ongeveer een week en toen werd ik beter. En toen heb ik heel geen video's gemaakt, omdat ik gewoon geen zin had. En ik ben weer begonnen met Fortnite te spelen, mensen. Ja, dat klopt. Ik speel weer Fortnite met wat mensen die ik ken. Met wat mensen van mijn klas. Het is allemaal redelijk gezellig. En na een paar maanden geen Fortnite gespeeld hebben, speel ik het weer actief. Chapter 2, seizoen 12 is het volgens mij. Ik weet geen eens welk seizoen het is. Maar ik ben level 108. Ik speel met heel veel mensen nu. En ja, dus die vrijdag daarna, of eigenlijk die zaterdag daarna, gewoon die week, zeg maar. Want toen was het Nee, dat was de week voor de herfstvakantie. En in de herfstvakantie, volgens mij, heb ik heel veel Fortnite gespeeld. En speelde ik het weer voor het eerst. Dat dus. Verder heb ik ook een paar anime afgekeken. Namelijk, ik was Dr. Stone, heb ik seizoen 2 van gekeken. Dr. Stone seizoen 2 heb ik gekeken. Daarna wou ik ReZero seizoen 2 kijken. Daarvoor heb ik eerst ReZero seizoen 1 gerewatcht. En daarna heb ik ReZero seizoen 2 en ReZero season 2 part 2 gekeken. Dus ik ben helemaal up-to-date met ReZero en Dr. Stone. Spoiler, nou, het is niet echt spoiler, maar ReZero chapter 2, of season 2, part 2 is fucking geil. Ga die anime kijken, mensen. Of ga gewoon ReZero kijken, holy shit. Geweldig anime. Daarna wist ik niet wat voor anime ik ga kijken. Dus nu ben ik bezig met een anime genaamd Monster. Het is van 2004. Ik had gezien in mijn video dat het een psychological, ik kan het woord nooit zeggen, thriller anime was. Ik ben nu bij episode 6 uit mijn hoofd. Ik kijk hem niet heel snel of zo. Maar die anime ben ik nu mee kijken. Ik weet niet of ik hem af ga kijken of ik hem ga droppen. Maar ja, dat waren in ieder geval nieuwtjes. Verder is Iori The Walking Dead seizoen 2. Ben ik nog steeds bij dezelfde episode waar ik was een maand geleden. Ik heb niet verder gekeken met The Walking Dead seizoen 2 van Iori. Daarna heb ik gisteren wel een film gekeken genaamd The Blair Witch Project. Die had ik al een keer gekeken van 1999 of zo. 1996. Heb ik al een keer gekeken. Heb ik gisteren gerewatcht. Fucking epische film. Ga hem kijken. Echt een goede horrorfilm. Echt een leuke film. Maar ja, daarna, mensen, heb ik een toets gehad.
Ja, volgens mij was dat wel toen ik de Detroit Become Human opgenomen dat ik die toets had. Dat was volgens mij inderdaad voor de herfstvakantie. Maar ja, ik heb dus, of de week daarvoor. Nou, ik heb in ieder geval toets gehad, dat was volgens mij op die vrijdag, but I'm not sure. Ik heb in ieder geval toets gehad van titrimetrie en elektrochemie. Die toets heb ik gemaakt. Ik dacht dat ik hem shit had gemaakt, maar ik heb er 5,5 voor gehaald. Dus ik heb de toets gehaald. Nu ben ik bezig met organische chemie. Die toets heb ik volgende week. Ik heb prestaties die ik moet doen. Ik heb project heb ik gedaan. Ik heb onderzoeksplan ingeleverd van project. Daarvoor moest ik er kansen. Daarvoor heb ik een 8,5 gehaald. Nu moet ik nog een presentatie doen. En volgende week heb ik een organische chemie toets. Ik heb wat met mensen in mijn klas gepraat. Ik heb heel redelijk van Fortnite gespeeld. Verder is ik ben ziek geweest voor een week. Ik heb vakantie gehad waar ik voornamelijk heel veel gegamed heb. En verder is niet heel veel. En ja mensen, mijn keel doet een beetje pijn. Dus nu omdat ik zoveel weer aan het praten ben. Ik heb wat nieuwe anime gekeken en zo. Met YouTube ben ik niet verder gegaan. Ik heb een paar films gekeken. Nou, een paar films alleen volgens mij de Blair Witch Project. Volgens mij heb ik geen enkele andere film gekeken in die tijd dat ik me kan herinneren, echt. En ook geen nieuwe serie natuurlijk. Maar ja, dat dus mensen. Ik heb wat random YouTube video's gekeken. Ik heb voornamelijk veel Fortnite gespeeld. Dus bezig geweest met school, project, toets teruggekregen. En ja, dat dus mensen. Ik heb gegourmet, ik heb frikandelbroodjes gegeten en het was gewoon, ja. Ik leef weer mensen. Dit is weer mijn nieuwe video in het tijd. Ik vind het zo jammer. Ik vind het zo dom van mezelf dat ik die Far Cry 4 video heb verwijderd. Het is gewoon een 20 minuten video op de dag dat ik echt gewoon een beetje keelpijn had. En daarna werd ik dus ziek. Maar dat ik gewoon, ja, dingen deed in Far Cry 4 een beetje vertelde en zo. En dat ik lab had gehad. En dat en dat en dat. Dat ik ja. Ik vind het gewoon zonde dat de video nu weg is. En dat is mijn eigen domme schuld, omdat ik hem per ongeluk verwijderd had, terwijl ik hem nog niet had geüpload. Maar verder is mensen, deze Detroit Become Human gaat dus eigenlijk tussen de andere aflevering geplakt worden. Volgens mij zit er iets van de ene laatste aflevering of zo, iets in die trant. Ik ga even laten zien welke chapter ik dus ga spelen voor jullie. Broken heb ik gedaan, deze heb ik gedaan. Spare parts heb ik gedaan, deze heb ik gedaan. Midnight Train, deze heb ik gedaan. Meet Kamsky heb ik gedaan, deze heb ik gedaan. En nu ben ik, ja, deze heb ik gedaan. Deze heb ik gedaan, Crossroads. En dan deze heb ik wel gespeeld. Zeg maar, deze heb ik gespeeld. Maar deze chapter, aan het begin van deze chapter, heb ik niks opgenomen, omdat mijn game toen crashte. Maar ja, deze heb ik vorige video gedaan. Last Chance Corner. Nu gaan we Crossroads doen. Ik weet niet hoe het werkt met Pavel. Maar deze chapter ga ik gewoon doen. Zodat ik het in ieder geval wel op video heb. Ik ga gewoon dezelfde keuzes maken. Ja, ik moest deze gewoon doen. Ik begin gewoon Show Legend misschien. Ik weet niet. Ik ga deze gewoon doen, ja. Low checkpoint. Your profile will be replaced, your story will be updated as you play, your story will be, checkpoints are disabled, flowchart progression is disabled. Your previous, save my progress, your previous checkpoints will be replaced. Bedoel ze dan de chapters die vier voorkomen of hierna? Ik denk hierna, dat lijkt me het logischste. Your story will be updated as you play, story will be, checkpoints are disabled, flowchart progression is to be. Doe dat safe, denk ik dan. Ik wil hem gewoon spelen en even dezelfde keuze maken. En laten zien dus hoe de character. Ik weet niet wat de character relatie nu gaat zijn. Misschien kan er geen deviant worden. Het zou me heel kut lijken. Want ik heb hem in mijn playthrough gewoon wel deviant laten worden. Dus ja, obviously. Dus ja, ik ga deze chapter gewoon spelen, mensen. Ik heb heel veel nieuws verteld. Ik heb ook heel veel te vertellen. Want ik ben dus 3 weken weg geweest. En ja, ik heb gewoon gechilled met mensen. Ik heb nog geleefd. Parson, ik heb weer een nieuw video geüpload. Alleen jammer genoeg is niet een leuk video. Even de rest. Ja, mensen, is vandaag zaterdag. Het is weer weekend. Aankomende week heb ik een presentatie en een toets. En daarna begint een nieuwe volgende periode voor mij. Voor school heb ik het nu dan over. Verder heb ik niet echt veel gedaan. Ja, voornamelijk gewoon Fortnite weer gespeeld met heel veel mensen. Het was echt fucking gezellig. En ik heb dus echt geen video's gemaakt, want ik had geen zin in. En ik was dus een week ziek geweest. Daarna had ik vakantie. En ik heb gewoon geen zin gehad op video's te maken. Maar mensen, ik ben er weer met een gloednieuw video. Of eigenlijk, ja, het is een nieuw video, maar het is ook een oude video. Want het gaat gewoon tussen video's komen van een paar weken geleden. YOLO. Omdat, ja, ik weet niet wat het was. Ineens stond er gewoon toen ik fucking die boat chapter aan het spelen was. Oh, The Detroit Become Human is fucking erg gecrashed. Fuck off. Dus ja. Ja, ja. Nee, als het goed is moet ik nu beginnen met Kara, dacht ik. Want mijn vorige video eindigde dat ik, Kara, met de
Nee, ik heb dus iets gemist, hallo. Dit wil ik niet doen. Ik heb dus iets gemist, verdomme. Nou, dat vind ik heel jammer. Dan moet ik nog een chapter terugspelen. En dan het laatste gedeelte met Carr wil ik doen. Want het is dat Kara, Luther en Alice in een waggie zitten van Rose. En dat ze dan gedropt worden bij de ship. Daar was ik gebleven. Dus ik moet even een klein stukje terug. Dus ik moet even terug. Jericho the Nest. Time to decide. Welke was het nou? Freedom Mars, Last Chance, Crossroads. Maar... welke was dan van Kara? Like, what? Huh? Laat me even kijken, hoor. What? Ah, misschien moet ik dit dan helemaal opnieuw doen. Zou ik dit gewoon doen? I mean, I don't care actually. Not sure. Hey, doe deze dan wel opnieuw. Dan speel ik maar... Do not save my progress. Dan speel ik maar een klein beetje terug. Iris, wat dit is, kan ik Gavin weer elkaar rammen. Maar ja, dan speel ik wel een klein beetje terug. Want er was ook een punt na dit stuk waar ik... met Kara in een waggie aankwam. Dus ja, nou, ik moet het een beetje terugspelen blijkbaar. Want die chapter kan ik niet vinden. Alleen dan praten we wel met Rose. En dan geeft Rose wel de goodbye hugs. En zegt gewoon, fuck jou. Veel succes dat je gedropt wordt en zo. En dan is het gewoon een dropping. Dus dat vind ik een beetje raar dat hij daar niet begon. Want daar zou hij wel moeten. Daar begint de chapter. Daar zal ik mijn vorige video op geëindigd. En dan mijn volgende video begint dat Marcus in het ship is en zo. En bitches aan het neuken is. Dus ja, oké, nou dan doen we dit stukje nog even opnieuw. En hopelijk gaat hij dan naar Rose en Kara. Want dan moet hij eigenlijk naar Kara gaan. En niet fucking naar Connor weer. Dus dat vind ik een beetje apart, ja. En anders, ja, dan kan ik er niks aan doen. Dan sorry, Kara, maar dan een stukje... Jericho? Nou, let's go. Ik ga even mijn geluid ook wat hoger zetten. Not much time. Gotta think fast. Let's go. Als het goed is, moest ik eerst deze examinen of zo. Yeah, impossible reactivation. Sorry man, dat jij dood bent, echt waar. Gelukkig heb je wel wat functional shit. Maar ja, dit heb ik vorige video ook al gedaan. Ik wil examinen en dan wil ik dat beeld... Of nee, dit moet ik eerst examinen. Want ja, dit heb ik al gedaan, dus ja. Play. The truth is inside. Thanks, my brother. What was it trying to tell me? Dat weet ik ook niet, man. Sorry, my brother. Dan ga ik deze statue breken. Shake. Dan moet je als goed met die fucking controle een beetje fucking weer de beeld doen. Wat kan dat? Hoppa. En er zit een papiertje in van de locatie van Jericho. Pick up. En ik heb ook pizza gegeten. Dat was ook wel lekker. Ik heb pizza besteld. Nou, dat was vorige week en zo. Now I can scan their memories and narrow the search. Stabiel. Ligt het hem even? Is het geluid heel erg zacht? Oké, deze guy moet ik examinen. Ja. Nou, welke biocomponents... deze kunnen we reactivaten met. Als het goed is, hebben we hier een component nodig die die hele Android links heeft. Ja, als het goed is. Ja. We een component nodig die deze guy heeft. Fuck aan mijn brother. Maar volgens mij, deze guy weet helemaal niet. Deze guy weet niet waar de Jericho is, toch? Volgens mij niet, hoor. Waarom kunnen we deze guy reactiveren? Want volgens mij weet deze guy helemaal niet waar Jericho is. Lijkt me niet. Ze werd deviant en werd gelijk neergeschoten. Maar we gaan deze in ieder geval van je pakken neer. Bedankt. En we gaan zo meteen Gavin in elkaar slaan. Tenminste, ik neem aan dat Gavin nog wel komt. Time remaining. And let's go. Ik wil ook een beetje mijn back houden, want het geluid is dus redelijk zacht blijkbaar. Oké. We gaan even Jericho vinden hoor. Hallo meneer. Kijk, Connor kijken zo van wat de fuck. Ik heb ook wat game reviews gezien van mensen die Life is Strange een beetje shit vinden en zo. Of ja, die commentaar op Life is Strange en Life is Strange bijvoorbeeld. Storm over de characters. En ook commentaar hebben over Detroit Become Human. Vond ik best wel interessante video's. Dat klopt. I'll never tell you where Jericho is.
Now leave me alone. Ah, we kunnen hier gewoon scannen, my brother. Sorry, ja. Scan memories, sorry. Echt, het spijt me. Nee, je verraadt je people in ieder geval niet. Weet je, ik scan je gewoon, daar kun je niks aan doen. Dus ja. We hebben Jericho locaten. Thanks, my brother. Sorry. Nice. Ja. Sorry, oké, ik ga je nog een keer onder elkaar slaan. Don't do it, Gavin. I know how to stop the deviants. Yeah. You're off the case. And now, it's gonna be definitive. Come on, bitch. We gaan deze battle nog een keer doen. Kom dan, kom. Let's go, we hebben. Let's go. Weet je serieus dat ik dit niet kan doen, ouwe? Ik ben fucking... Holy shit, ouwe. Ik ben... Fuck, ouwe. We zijn... Gavin, ouwe, je bent geneukt, my brother. Heel leuk, maar wij gaan loose toe. Later, Gavin. What happened here? En deze guy komt eraan. Looks like someone's been snooping around. Oh, shit. Get the alarm. Now! Hey, bro. Let's go, yeah. Episch con. Ik hou van mijn brother con. Natuurlijk hou. Ja, I know. Ik weet dat het niet gesaved wordt. Laat me gewoon verder spelen nu. Of niet? Continue dan. Doe gewoon continue. Gaat hij nu verder met Carr? Want ik wil wat dat hij nu verder gaat met Carr. Want anders heb ik dit stuk voor niks geherplayed. Ook vond ik het wel leuk. Met die quick time events vind ik altijd wel leuk. Oké. Dus hij moet nu beginnen met een auto. Met een rode auto. Dat heb ik zelf gezien in mijn video. Dus ja, begin daar ook dan mee, fucking game. Dit is toch op chronisch logische volgorde en zo. Dus come on. Laten we even continue. Ja, dit wil ik zien. Hier was ik gebleven. Dus hier ga ik verder. Dit stuk heb ik dus niet opgenomen, maar ga ik weer via... Oh, gelukkig heeft hij dus gezegd... En Luther trusted, Alice is for family en Roos is gewoon Roos. Use. Dit is zo awkward als je zelf niet moet rijden. Kijk hoe awkward het is dan. Use. Kan ik hem ook? With all androids being turned over to the authorities, the country is grinding to a halt. Oh god, daar zijn androids. Oh, wat gebeurt er met die kerel? Oh, sorry my guy. Oh. Ja. How about some music instead? Ja. Heel chillaxing music. Hey Carr, waarom ben je zo out of focus? Ja, oké, we kunnen weer spelen mensen. Of nou ja, ik heb dit al gespeeld. Maar ik hou zo erg van de Trip Commune. Ik wil deze game eigenlijk bijna nog een keer gewoon uitspelen. Ik hou echt van deze game. Holy titel, wat een epische game. Maar ik wil eigenlijk geen path kiezen. Want je kan ook een path kiezen dat Connor fucking een machine blijft. Dat Hank zelf wordt pleegd. Zulke fucking depressing shit wil ik helemaal niet spelen. Weet je, ook al is het wel mogelijk. Ik wil het gewoon niet spelen. A little further on that way, there's a large freighter called Jericho. Like, hoe wist jij dat? Find Marcus, he will help you. The last bus for the border leaves at midnight. Okay. You absolutely have to be on it. Tuurlijk. You'll be safer on the other side. Canada is the bitch. It's not much. But it's a start. It's inderdaad not much. It's $20. Thanks, my brother. He'll be able to hide you until things calm down. Ja, ik moet. Ja, ik weet al wat gaat gebeuren, maar hey. You're a very brave little girl, Alice. Alice is de strijder. You deserve to be happy. Thanks. We gaan happy zijn, mensen. Ik heb. Ja. Ik heb je. Ja. We gaan het happy ending fixen. You make it over there, right? Ik geef je een belletje. Een belletje. Ik heb je... Be careful. Ik heb het nummer geen eens. Of heb ik je snap? Heb je Snapchat? My brother? Take care of them. Oh, geen eens een knuffel van mijn brother Luther. Kom op, man. Better not hang around. Let's go, brother. You have a bus to catch. En we gaan nu naar Jericho. Toch, boys, we zijn Carr met... Welke haar heb ik gepikt? Volgens mij zwart haar. Maar in al die filmpjes er zo staat zoals wit haar. En dan gaan we nu naar Connor hierover. Ik snap niet, waarom skipt hij dat in het stuk met Alice en Kara? Dat stuk wil ik gewoon zien. Nou, dan hebben we dit weer. Connor fixed it. Gelukkig hoeven we deze puzzel niet al opnieuw te doen. Het is wel interessant hoe we nu gewoon de scenery veranderd is en zo. En nu we weer bij dezelfde kutblik zijn. En Connor fixt gewoon alles. En we zijn met z'n drieën bij Jericho. Let's go, my brothers.
We zijn aanwezig. Oh, like, holy shit, dit is zo groot, man. Like, holy shit, Jericho is groot. Like, hoe ging Marcus er ook weer heen? Marcus ging toch daarheen, volgens mij? Volgens mij ging Marcus daarheen, ja. Naar boven. Moeten we dit hele stuk lopen, Luther, of niet? Want holy shit, dit is wel een lang... Ja, het gaat... Oké. Okay. Bedankt voor even die korte gameplay te laten zien. We zijn binnen. Hey, allemaal androids. Fuck up, radas. What the fuck, ouwe? Waarom zou ik mijn android zelf destroyen, man? We've got to find a warm place for Alice. Let's go. En daar zie je Tracy's. Ik weet al waar we moeten zitten. We moeten hier zijn. Let's go. Hey, die guy's Big Brain. Stond hij niet ook eigenlijk aan Luther of niet? I don't care. Hero, zit. Alice, je gaat zitten, jij. R9, R9. Ik weet niet wie dat heeft geschreven, maar ik niet. I'm hot and cold at the same time. Dat is niet heel stabiel. En FIFA. Ik heb ook koorts gehad. Nou, er was wel lichtelijk koorts mee. Het was geen corona. Stand up. Sorry, Alice. Ik moet Loes zoeken. Stay with her. I'll try to find this Marcus. Let's go. The last bus is in 2 hours. And the terminal's on the other side of town. We haven't got much time. Jongen, ik fix het wel. As soon as we have passports. Carol. Oh. There's something I have to tell you. Ja, yeah. It's about Alice. What? We'll have lots of time to talk on the bus. Yeah, fucking Kara. Stay with Alice. Dikke, dit is echt... Mensen hebben ook in die fucking kritiek video of Detroit Become Human... hebben mensen ook genoteerd dat deze twist die eraan gaat komen echt gewoon kut is. Gewoon. Zijn ze niet blij, maar oké. Okay. Oh, what the fuck gebeurt er met die android? Don't catch anyone. Kijk, daar staat onze Kara. Fuck Kara. Hey, daar zijn die Tracy's. Die zijn er ook. Verder, je ziet die Rupert toch? Staat hij toch ook, of niet? The authorities have ordered all androids to be delivered to the nearest police station or army barracks immediately. We've got to do something. Oh, sorry, my brother. We can't just stand by and let them slip. Ach, hier staat nog iemand, een roeper. Ah, what the fuck is dat? Kijk, hier staat die roeper. Ook, don't catch anyone's attention. Ik wil voor Alice. Kunnen we ook naar Alice kijken? Hallo Alice. En Luther. En die worden gebodyblocked door fucking allemaal mensen. Volgens mij moeten we hier naar boven, of niet? Ja, dat is fucked up, mijn brother. Ik moet verder gaan. Oh, what the fuck? Oh. You're looking for something. What? You're looking for yourself. Bedankt. What? Connor denkt ook zo van, what the fuck lul deze chickie. En we gaan weer met Car verder. Yes. En hier zie ik allemaal andere Cars. Hier zie ik ook die chickies staan. Hey, Tracy. Ja, jullie konden dood zijn, maar jullie zijn hier. Mag ik niet met jullie praten? Hallo? Ik ken jullie. Ik ken jullie van Connor. Ik kon jullie doodgeschoten hebben, maar dat heb ik niet gedaan. Oké, nou dan praat ik niet met jullie, want Connor kent jullie helemaal niet, dus fuck jullie. Leuke, en daar staat Luther als het goed is, of niet? Dat is toch Luther, volgens mij? Hé, hey, sorry brother, ik kom hier even naartoe. Ja, dat is inderdaad Luther, of niet? Hier staat Connor. Hé, hey, ik ben jou, oude Connor. Hallo, ik ben jou. Wat vind je daarvan? Je mag goede akka. Nee, grapje. Let's go. Hey, daar staat weer een car. Waarom is die car ineens in een fucking soldier uniform? Die is weer een car en die is Marcus in zijn eentje. Staat hier gewoon neer te chillen. Marcus, hallo. En daar staat weer een car. Are you Marcus? Hallo, mevrouw. Fuck up, my brother. I'm with a little girl and another agent. Maar dit is de enige interaction die Marcus en Cara krijgen. Dus ja, YOLO. We need passports. Ja. No, Detroit's under curfew. Nee, ik moet Lucio. There's soldiers everywhere. They're rounding up all the androids and sending them to camps. Ik moet weggaan, Marcus. Maybe you should stay here a while. Nee, man. No. Maybe you're right. Nee, what the fuck? You might be safer here until things calm down. Nee, ik wil Lucio gaan. Fix me de passport. One of our people used to work in the State Department.
He has electronic passports he can easily modify. Nice, hacker. I'll have him get them to you. Thanks, Maximus Strider. Thank you, my brother. En nu? You said you're with a little girl, right? Dat klopt. You know that humans hate us. No, man, niet allemaal. Why are you protecting her? Bond, no difference. Bond. She needs me. Ja, dat klopt. Then I need her. Simple as that, my brother. Simple as that. Hoppa, Cora! Oh, deze games graphics zijn nog steeds fucking geil. Oh, holy titus, hoor. En nu gaan we terug. Hey, NPC. Iedereen staat hier gewoon ook een beetje chillen, niks te doen. We gaan nu voor en we gaan hier Alice. Hallo, Alice. Alice. Nee, dit is zo obviously niet Alice, maar... Oh... Kijk hoe stop pokerface de keizer denkt echt, wie de fuck is deze mevrouw? Sorry mevrouw, ik ben niet interested in u en uw gezin. En nu komt dus de plot twist. De grote plot twist. Like, dit lijkt echt totaal niet op Alice, of ligt het aan mij? Like, dit lijkt toch niet op Alice? Fuck a Luther. Fuck aan mijn brada. Oh, voice crack you. You just didn't want to see it. Alice kijkt, of deze Alice kijkt echt ervan. She wanted a mom. What the fuck? And you wanted someone to care for. Hey. You needed each other. Ze moest gewoon human blijven. Like, wat is dit? Okay. What difference does it make? Voor mij maakt het niet uit, maar. Do you love her any less now that you know she's one of us? Een relatie van een human en een android kind, dat vond ik wel interessant, maar nu is het gewoon. Alice loves you, Carol. Robot aan robot, maar ja, oké. She loves you more than anything in the world. And she became the little girl you wanted, and you became the mother she needed. Dat klopt, ja. Alice staat hier te chillen. Who you are. What? To become what someone needs you to be. Ja. Maybe that's what it means to be alive. Thanks, Luther. Luther vind ik als Luther dood is, krijg je dit gewoon van de ene chickie met de fucking wires. Die komt gewoon ineens joinen van hallo, ik ben er ook. Okay, nou, jij bent fake Alice. Waarom zit je ook hier alleen? Dat vind ik ook zielig. Kunnen we niet met je praten? Like, ik ben misschien een robot, maar dat is nog een klein meisje. Vind ik best wel zielig dat hij helemaal daar loner zit. Like, what the fuck? Alice, hallo, jij bent mijn Alice. Ja, dus de plot twist was dus van ja, weet je hebt geen eens door dat het een robot is. En dat is dan de plot twist van, oh, je dacht dat het een mens was, maar eigenlijk is het een robot. Verandert dat iets of hou je nog steeds van Alice als een kind? Dat is het dus, ja. Dat kwam heel verkeerd eruit, ik bedoel, ja, nee. Dat kwam echt een beetje heel apart eruit. Nee, ik bedoelde gewoon hug, tuurlijk ga ik huggen, like, kom hier Alice. Ja, alleen je moest alsnog gewoon een human zijn, oké. Okay? Je verkracht de hele story. Nou, Alice krijgt wat dikke punten mee. Maar Alice is onze family. Nu gaat Luther onze family worden. Toch, Luther? Je wordt onze family, toch, mijn brada? Toch, Luther? Word je family? A family! Je kan ook gewoon distant zijn en gewoon Alice verlaten. Like, what the fuck, ouwe? Dat is niet meer normaal. Waarom zou je distant zijn? Dan ben je toch gek in je kop, mensen. Jericho's family. En nu gaan we verder met Marcus. Hallo. Simon, North en Josh. Waarom staat hij daar zo awkward? Simon staat echt... We're short on blue blood and biocomponents. Our wounded are shutting down and there's nothing we can do. President Warren is saying we're a threat to national security and we need to be exterminated. Ja, dat is niet zo chill. Conducting raids in all the big cities and they're taking androids to camps to destroy them. Dat is niet chill. They're slaughtering our people. It's all our fault. None of this would have happened if we just stayed quiet. Hey Josh, jongen. My brada. Determined. Determined. All we did was show them who we really are. Ja, ik weet niet meer wat ik vorige keer had gekozen, maar ja. But I'd rather die free than live as a slave. Ik ben determined, my brada. What's the point of being free if no one is left alive? Daar heb je gelijk in, Josh, maar what's the point of being alive if there's no one left to be free? Remorse. Maybe my judgment was clouded by anger. Yeah. Oh. But everything that I did,
is for our people. We shouldn't forget who our enemies are. Ja. Volgens mij had ik de vorige keer No Regrets gekozen, maar ja, YOLO. All that matters now is what we do next. Ik heb toch alle punten met North en zo. Marcus? Dit weet ik wel, we gingen Dialogue. Dialogue. Had ik gekozen. En North denkt fuck off. En George denkt yes. I will go alone. Try to talk to them one last time. Don't do this, Marcus. Please. They'll kill you. Nee. Maybe. Ik ben hoofdpersoon. But North, I have to try. Kom op, North. Snap me nou. Mijn brada. As long as you can. En dan wat? Simon. Just come back. Tuurlijk, mijn brada. Niet normaal echt hoeveel they mensen... They need to realize how much they're hurting us. Ja. Find the right words and they'll listen. Kijk hoe Marcus kijkt echt zo van pokerface. Ook North. En nu hebben we Lover, dus nu hebben we Path unlocked, als het goed is of niet. Thoughtful. They've been butchering each other for centuries over the color of their skin or whatever god they wanted to worship. North denkt ook van ja, ik wil gewoon Fortnite spelen, jongens. Fuck off. Violence is just in their genes. They can't stop what we've started. Heb je gelijk, hè? Since you've been here, you've given us hope. Ja, ik ben hier echt maar een paar dagen, boys. Tenminste, volgens mij is het een paar dagen geweest, ik weet niet. Today, a deviant arrived in Jericho and he told me that he stole a truck transporting radioactive cobalt. What the fuck? He said that he abandoned the truck somewhere in Detroit and rigged it to explode. Rigged it to explode? My brada. Is niet stabiel. Give me the detonator. Ik heb de... Straks zit je per ongeluk op een dirty bomb. We can't lose this war. Nee, dat ga ik. Ik ga hem niet aannemen. Dus if humans overcome us, our people will disappear forever. This may be our only chance to survive if things go wrong. Refuse. Sorry, North, maar nee. We shouldn't become like them, North. Nee, sorry. We can gain our freedom by other means. Ja. Hebben we punten naar beneden of niet? Volgens mij niet, maar ja, sorry. I hope you're right. Ik ben altijd right, maar ja. Sorry, North, het spijt me. En we hebben Lover. Anders gaat ze volgens mij loose of zo. Of I don't know, waarschijnlijk gaat ze dan gewoon weg. Fuck off, Marcus. Thanks, North. Heel veel mensen haten ook op Marcus en North. Ik haat het niet heel erg, to be honest. Weet je, laat ze gewoon, weet je. Heel veel mensen zeggen dat Marcus en Simon veel meer chemistry hebben. Maar ik vind dat helemaal niet leuk. Ze praten bijna niet. En Kiss, ja, tuurlijk Kiss op de back pakken. Ze praten bijna niet en zo. Like, come on. Simon en Marcus praten echt niet heel veel of zo. Ze hebben niet heel veel contact. Like, ik heb niet echt voor. Ja, I don't know. Maar ja, je kunt ook gewoon doodkissen en een dikke kalkblok, man. Dat is wel echt sad. I'll go join the others. Thanks, North. Je bent zwanger. Want 3-0 zijn 2. Als je die reference staat, als Emilia denkt dat je zwanger wordt door kus. Fucking domme hoer dat ze is. Nee, grapje. I don't want to lose you. Cute, maar beetje generic, maar alsnog wel. Thanks, oké. Okay. En nu, wat ga ik nu doen? En nu komt onze brother Connor. Ik weet niet meer welke keuze ik hier allemaal heb gemaakt. Maar het maakt niet uit, want we zijn toch wel deviant genoeg. Hallo, check dan. Connor zorgt goed in verstoppertjes spelen. Software instability, geen idee wat dat betekent. Amanda is distrusted. Sorry, maar brada. You succeeded in locating Jericho and finding their leader. Ja, krijg ik nu punten erbij? Krijg ik geen punten erbij dat ik fucking met Jericho heb gedeeld? Wow. Of dat ik Jericho gevonden heb. Wow, dat vind ik een beetje annoying. Let's go, stop Marcus. Holy shit, this music. Marcus denkt ook, what the fuck ben je aan het doen, my brother? But I won't hesitate to shoot if you give me no choice. Okay. Reason. What are you doing? You're one of us. Marcus, chill, my brother. You can't betray your own people. Je kan ook niet zomaar naar... Okay, software instability gaat omhoog. Instructions. You're coming with me. Bam. Appeal. We are your people. Ik weet niet wat voor keuzes ik allemaal maak. For your freedom too. Het maakt niet echt meer uit, want hey, ik ga toch deviant worden. You don't have to be their slave anymore. So for instability. I know you. You're Connor, aren't you? Dat klopt, ik ben inderdaad Connor.
that famous deviant hunter. Dat ben ik. Well, congratulations. You seem to have found what you were looking for. Deze lines worden echt... say nothing. Fuck off. Awkward, so doubt. You never have any doubts. Ja. You've never done something Je hebt wel irrational. Echt een fucking goede outfit, Marcus. Echt waar. Inside you? Marcus' outfit ziet er echt clean uit, gewoon. Undermine. You really don't have to do this. Connor is gewoon kwijt. Die denkt ook gewoon, awkward. You are alive. Dat klopt. You can decide who you want to be. Oh god. En nu? You can be free. En? It's time to decide. It's time to decide. Become a deviant. Let's go. I am deviant. Marcus denkt ook zo van, is hij nou deviant of niet? I am deviant. Oké, okay, fuck. En Amanda betreedt, ja, fuck jou Amanda, fuck, fucking bitch dat je bent. They're going to attack Jericho. What? What? Hey, zo zei ik het ook, Marcus. Stabiel, ik ben ook een voice actor. We have to get out of here. Let's go. Shit. We moeten loszoek gaan. Connor kan gewoon kiezen om een deviant te worden of niet. Of eigenlijk de player kan het kiezen. Maar ja, nu gaat alles weer naar de tering. Ik moet nog een klein beetje spelen. En dan ben ik weer bij het punt dat Marcus people redt en zo. Volgens mij was dat het punt met George. Volgens mij moet ik spelen tot met George en zo. Maar ik ga nog iets verder spelen. Omdat ik gewoon de quick time events vind leuk om te doen en zo. Dus ja. Come on, go. Oh god. Alles naar de tering. Kijk al deze mensen, generic mensen met fucking maskers om. Hoe kunnen ze überhaupt zien door die dingen? En hoe kunnen ze gehashed? Ja, like Rats and fuck jou, protein staat. Oké, let's go. Hey, Carol! They're coming! Oh, kut. Follow me! Ja, follow me. Waar de fuck ben je, Luther? We moeten Luther gaan. Holy tering, dikke flashbang, ouwe. Oké, Alice, je komt met mij mee. Ik hoop dat die Alice... Ja, hier, toch. Hier. Oh, kut. Ik ben er. Stabiel. Waar rennen we nu heen dan? Hey Android, jullie ook hier? Ik denk dat ik hier naar rechts moet, denk ik. Ik ga hier naar rechts. Oké. Okay. Luther, my brother. En nu gaan we door They're met Marcus. Our people are trapped in the hold. They're gonna be slaughtered. Oh, good. Simon and Josh. Where's Simon and Josh? I don't know. We got separated. They're coming from the upper deck now, too. We'll be caught in the crossfire. We have to run, Marcus. There's nothing we can do. Message? There are exits on the second and third floor. Find them and jump in the river. Blow up Jericho. Let's go. If the ship goes down, they'll evacuate and our people can escape. You'll never make Stabil. It. Jawel. The explosives are all the way down in the hold. There are soldiers Ik everywhere. Ik ben de hoofdpersoon. She's right. They know who you are. They'll do anything to get you. Bedankt, Connor. Go and help the others. I'll join you later. Marcus. Ik ben de strijder. I won't be long. Ga dan met Connor mee. Goed zo hoor. En ik ga daar... Oh kut, ja. Waarvoor rennen jullie weg dan? Waar zijn... Oh sorry ouwe, je moet me niet beuken van die bitch. Waar zijn al die soldiers nou? Als goed is hier de ene chickie die nu komt. Hij doet... Ja sorry, jij bent ook dood. Oh god. This is the end of Jericho. Nee. Save our people, Marcus. Ik kan het doen. Ik ben een strijder. Ik save iedereen. Want zo ben ik. Marcus denkt ook zo van, ja, sorry. Hey, allemaal generic characters. Oh, jullie, maar door wie worden jullie neergeknald dan? Oh, kut. Oh, kut. Find their leader. Ik ben hier, hoor. Oh. Kijk, we hebben echt geluk, ouwe. Hoe de fuck zien ze ons niet? Wilco. Bedankt, Wilco. Of dat, volgens mij is dat de codenaam of zo waarschijnlijk. It's too late, hey! Save yourself! Save Alice! No, we're not going to leave you behind! Oh god. Right, Carl? Misschien moeten we loser gaan. We can't leave him. Ja,
Natuurlijk can't leave him. What are you doing? I won't leave you. Ja, kom op, mijn brada. Luther, je komt met ons mee, mijn brada. Volgens mij moet ik X-spammen nu. Ja, Luther, je komt met ons mee. Goed zo. Kijk, waarom zouden we je niet meenemen al? Kara is best wel sterk. Hoppa, goed zo. Oh shit, die chick is gelezen. Een skarretje. You can't put Alice in danger. Het moet. Before they come back. What about you? What are you going to do? Luther, like, echt dus heel Alice veel possibilities om Luther dood te laten gaan. Maar dat wil ik niet. Want Luther is een strijder. Don't worry. Hij hoort bij de family. Hij hoort bij de fam. Let's go. Take care of each other. Okay, let's go, boys. Let's go, Alice. Luther, je bent veilig. Oké, okay, waar moeten we heen lopen eigenlijk? Volgens mij moeten we hier hiden, ja, hier ook. Dus goed, moeten we hier rechts in. Hier rechts in hide. Hi, let's go, let's go, let's go. Oh, goed. Open up. Open up, FBI. Open, let's go, mevrouw. Kom naar binnen en ze wordt instant geshot door een meneer. En doe die deur dan dicht, ouwe. What the fuck, ouwe. Ben je aan het doen? Oh, de Quick Time Event, de epic fout gedaan. Oh, die moet ik wel goed doen. Die moet ik ook goed doen. Ja, dan doe ik zo. Dan doe ik driehoekje. Dan doe ik... Oh, schiet, 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 schiet. Hoppa, laatste bitch. Ik vind het jammer dat die chickie instant dood was. Yes, dat vind ik een beetje lekker mooi. Ze kan toch wel levend zijn? Please. Dan, ja. Wel jammer dat ze dood is. Ook al wilde ik haar redden, maar ja. Maar waarom deed de deur dan open? Kara, je komt... Ja, wat fuck. En nu speel ik wel als Marcus. Ik vind dit schip best wel episch, ja. Oké, let's go. En hier ergens... Nee, mijn game crashte toen ik Josh zag. Toen... Fucking end. Kijk, ik ben achter jullie, ouwe. Sorry. Like, holy shit, jullie zijn zo blind. Please don't kill us. Oh, goed. We haven't done anything wrong. Intervene, like, what the fuck moet je te doen tegen mensen, mijn brada? Laat ze met rust. Fucking bitch, je bent echt waar. Hoppa, R2, deze, deze en je bent knockie. You saved the call now. Hurry. Hurry, boys. Marcus denkt ook zo van, ja, ik ben awesome. Ik ben fucking awesome. Oh god. Wat de f... Waarom schiet je niet gewoon? Jump, let's go. Oh, check hoe episch het is dan. Sorry, my brothers, ik moet er even langs. Oh god. Oh god, help ze, help ze, help ze. Zo, boys, ik help jullie even. Door deze mensen even af te maken. Helaas, soldaten. Hoppa. Marcus. Thanks. Go now. Let's go, boys. Ik vind het jammer dat het niet mensen zijn die me kennen of zo. Bijvoorbeeld de Tracy's of zo. Dat zijn nogal leuk in principe. Save Android, zoals goed moet ik hier naar beneden doen. En dan hier heb je het ding met Josh aan. Dus ja. Deze ga ik nog even doen. Ik ga nog even deze chapter uitspelen totdat ze het schip afspringen. En dan pas stop ik even. Oh, let's go. Of ja, dan stop ik even met opnemen. Ja, dan ben ik klaar. Hoppa. Let's go. Oh, get fucked, hoppa. Josh hebben we gezien. Quick, this way. Find North. I'll join you later. En Josh is sowieso al onze campaign. Hey, die mensen komen letterlijk achter ons aan. Let's go. Yay, ik ben blij. Oh, good. Rennen. Dit is echt zo'n big brain, hè. Gewoon, like, dead blijven. Like, play dead. Easy. Mijn eerste playthrough deed ik play dead. Alleen daarna ging ik protect Alice. En dat was echt dom, ouwe. Ik dacht dat ze dood ging. Like, don't move gewoon. Je moet don't move doen. Oh, sorry, my brother. Je wordt gewanted. Maar dan komt Luther en die gaat dan dood als je nu Protect Alice doet. Maar ja, ik was dus echt heel erg bang en zo. Maar ja. Hey, bedankt. Like, dat was zo'n big brain van me aan het begin. Mijn eerste playthrough. En toen ging ik fucking debiel doen. En dat was zo zonde, echt waar. Oh, daar was Luther dood gegaan. Jammer, alleen nu leeft hij gewoon omdat ik big brain ben. Maar ja, dit heb ik dus allemaal gespeeld in een andere video. Maar ik speel dit gewoon even eigenlijk kussen op om te kijken. En gewoon de volgende aflevering kijken van Detroit Become a Ja, dikke Jolanda. Daar reed neukvinger. Holy shit.
Dit is echt Big Brain. Waarom doen die andere androids niet? Kom op, jongens. Even een beetje 3000 IQ. Nou, ik laat deze even exploderen. Like, waarom zijn die explosives er überhaupt? Go, move. Go and join the other. Ik hoef een beetje niet dat ik de lijken ben. Dan moet je een beetje slim zijn. Hoppa, ja deze. Nokkie, jij gaat nokkie. Zo, jij gaat nokkie. Zo, jij gaat nokkie. Ja, quick time events. Ik hou van deze quick time events. Al echt heel simpel. R2. Let's go. Ik wil ze echt allemaal halen gewoon. Oh, ik heb ze gehaald. Marcus is echt een god. Al. Ook al kan hij doodgaan hier, maar ja, YOLO. Activate. Let's go. Oké, nu. Laten we nu Lusu gaan. Laten we nu fucking Lusu gaan. Hey, ik ben erbij. Let's go. Hey, doorjump. Oké, let's go. Als het goed is moeten we dit met X jumpen. Hoppakee, let's go. Hoppa, parkour. Hey, kijk, Noord. Like, waarom ben je... The fuck blijf je daar ook achter? Ja, dan... Dan vraag je er toch voor, like serieus nou. It's too late, Marcus. There's nothing we can do for her. We've got to run. Kom op, Simon, jongen. Waarom zeg je dat nou? Waar? Oh, mijn chickie, hoor. Yes, dat gaat heel erg stabiel. Oké, X. Zo, dan doen we deze. Dan doen we een fucking rondje. Oh, dat was heel erg stabiel. Oh. Schieten, Marcus. Nice. Over there. Run. Let's go, runnen, dat doet hij automatisch. En dan komt Connor ineens zo van, ja, fuck jullie boys. Oh, shoot. R1. Ja, rondje. Lijkt die andere mensen staan ook gewoon fucking op de achtergrond. Zo van, wat de fuck ben ik aan het doen, ouwe. En... Easy. Ik heb geen enkele quick time event gefaald, mensen. Ik ben echt een held. Run, quick, come on. En, ja. Bedankt voor het kijken van deze video, mensen. Als je het een leuke video vindt, laat het dan blijven op het mag achter. Abonneer de kanaal naar beneden, comment kanaal naar beneden. Dit was het woordje van de jongen. Het schip laatst op. Deze aflevering heb ik dus, dat had ik dus al opgenomen, maar toen crashte mijn game. Dus moest ik nog een keer opnemen. Ik heb als goed dezelfde keuze gemaakt. Ja, de belangrijkste keuzes. Ik heb iedereen gered. En ja. Calling all units. Abandon ship and evacuate immediately. Is it over, Marcus? Nee, wat is er? Nou, dit wordt allemaal niet gesaved. Maar ja, je kan deze keuzes nog wel even allemaal terugzien, I guess. Luther was family. Alice was family. Ik moet zo meteen naar de winkel gaan, hoorde ik net. Dat heb ik ook eigenlijk geen zin in, maar dat moet wel. Al deze keuzes, al deze keuzes. Marcus Fle- Ja, echt iedereen, man. Like, chill. Oké, nou, eerst gaan we naar deze flowchart kijken van fucking... Marcus, 47% completed. Ja, Council of Simon, Jules en North. Discovered North, Kiss North. Yes, Corner Watchers, yes. Ik wil wel de World Stats, wil ik er even bij hoor. Meet Lucy, like, hoezo? 89%, like, kun je dat ook niet doen of zo? Of kun je al doodgaan, maybe? Intervene, ja, Android Escape, Jump Soldier, Climb Away. En je kan ook doodgeschoten worden, dus fucking. Enter a well, ja. Fighting us. Intervene, natuurlijk ga je George helpen. Stabiel, George Escapes. Soldiers interrupt, neutralized. Yes. Al deze keuzes, ja. Save North. En we hebben gewoon iedereen gered. Like, Simon is 50% dat Simon met hem jumpt. Maar ja, dat hebben we wel gedaan. Hank is Frank. Sovereign Instability is nu Deviant. Nice. Ik wil een friendly set. Ik wil World Stat. Spot Alice. Spot Tracy. Lekoeken. Oh ja, yeah, dat Spot Explosive. Ja, dat boeit niet echt. Spot Car. Dat had ik vorige keer wel gedaan. Maar nee, dat boeit niet echt. Spot Rupert. Like, wie kunnen we nog meer spotten dan? Like, wat? Ja, become deviant via 70%. En dan skippen we dit allemaal omdat we deviant zijn geworden. En help Marcus. Kijk, hoezo kun je ook Marcus niet helpen dan of zo? Of misschien dat je dan gewoon doodgaat. Dat kan hier doodgeschoten worden. Dat kan ook. En als laatste Kara.
Yes, with Alice and Anders is alleen Alice. Yes, parking lot. Time to say goodbye. Arrive at Jericho. Meet Marcus. Hug Alice. Stuur 92%. Tuurlijk doe je dat. Join in corridor. Escape with Luther. Dat is 76% maar. Run to Luther. Help Luther. 65%. Doet dat maar. Wel jammer. Enters by the shot. Yeah, like, dat vind ik echt een beetje debiel. Dit. Sort of shoot. Like, play dead. En hier had ik dus eerst dat ik defend Alice 6%. En Luther. Oh, ik ben zo debiel dat ik dat in mijn vorige playthrough heb gekozen. Ah, oh, dat was het, dat ik de eerste keer de game speelde. Maar ja. Mensen, bedankt voor het kijken van deze video. Nu, dit hebben we allemaal al gezien. Ik moest even een stuk herspelen. Nu moet ik naar de winkel gaan en zo. Ik moet shit halen. Het is een weekend. Ik heb een nieuwe serie gestart vandaag. Ik heb weer nieuwtjes verteld en zo. Het is een lange tijd geleden, mensen. Dus ja, nu ben ik officieel klaar met Detroit Become Human. Dus bedankt voor het kijken van deze video, mensen. Ik heb mijn outro praatje al gedaan. Pardon. Jammer genoeg is de Far Cry 4 video dus weg, omdat ik een sukkel ben. Ik heb weer voor... Oh, pardon. Zo moet ik van zoveel boeren. Ik heb weer Fortnite gespeeld. Ik heb weer alles gedaan. En ja, verder heb ik niks te zeggen. Bedankt voor het kijken van deze video, mensen. En later, ja, of eigenlijk, ja... Volgende video is eigenlijk mij uit het verleden. Ja, ik kom uit de toekomst. What the fuck?